Waar woont je? Kwaadonne. Zeeland kent veel plattelandspraktijken. Zoals hier in de Zak van Zuid-Beveland. Omdat de afstanden voor patiënten naar de praktijken groter zijn, rijdt Margriet regelmatig visites. Over het algemeen vind ik het wel leuk om visites te rijden, omdat het je dag een beetje doorbreekt. Je hebt even de tijd om je heen te kijken en na te denken over wat je de ochtend hebt meegemaakt. En het is natuurlijk een hele mooie omgeving om doorheen te rijden, dus dat geeft ook wel rust. Hallo! Goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Het gaat redelijk goed hoor. Maar ja, ik heb toch wel veel last van die benauwdheid hoor. Mm-hmm. Ja, het is toch een kwaal die verrassend is. Dus je maakt je gauw ook een beetje ongerust als er weer een nieuw dingetje is. Dat je denkt, dit ken ik niet, dit gevoel of dat, mm-hmm. of dat pijntje, wat zou dat nou zijn? Deze mevrouw gaat langzaam achteruit. Ze heeft wat kwaaltjes waar ze moeilijk mee om kan gaan, dat ze dat heeft. En ze maakt zich snel ongerust. Dus het heeft heel veel waarde om dan bij haar thuis even te praten daarover. Daarom ben ik wel blij dat ik me nooit hoef af te vragen, zou ik nou de dokter durven bellen? Of even om advies vragen? Mm. Of als misschien wil ze eens even komen. Het is zo'n steun voor me. Yeah. Ja. En we hebben natuurlijk het allerliefste dat de mensen naar de praktijk komen, omdat we daar natuurlijk veel meer faciliteit hebben qua diagnostiek. Dus daar kunnen we ook makkelijk eventjes snel bloed prikken, hebben binnen 5 minuten de uitslag. Maar bij deze mevrouw gaat dat niet en het hoeft ook niet per se. Margriet werkt in een groepspraktijk. Die komen er steeds meer in Zeeland. Het maakt het werk van een huisarts aantrekkelijker. En dat is hard nodig. Want binnen 10 jaar gaat de helft van de huisartsen in onze provincie met pensioen. Op het moment dat je dus met meerdere huisartsen onder één dak je beroep uitoefent, dan kan je eigenlijk met elkaar een soort team vormen waarmee je de zorg voor je patiënten op je neemt. Ik zal mijn collega even vragen en dan gaan we gewoon even een echo maken. Dat lijkt me een prima idee. Het kan een beetje koud zijn, sorry. Zo'n schaalvergroting leidt er ook toe dat mensen eigenlijk niet meer ver hoeven te reizen om te gaan bloed prikken voor een ECG of voor een echo. Maar dat kan gewoon dan hier, omdat ja, wij hebben dan die kwaliteit en kennis in huis. En wat mij heel erg aanspreekt is het samenwerken met het team van huisartsen, maar ook met de andere medewerkers. En je verdeelt daarmee de verantwoordelijkheden. Je verdeelt daarmee ook de druk eigenlijk. Hè? Want het is natuurlijk zijn drukke werkdagen. En als je dan een dag vrij bent of je hebt vakantie, dan kun je het echt even loslaten. Omdat je weet dat anderen, dat je collega's dat voor je opvangen. En het overleggen is fijn, dat je samen de zorg kan leveren die er nodig is. Ik vind het niet erg dat ik door meerdere huisartsen geholpen word. En ik vind het prettig dat het allemaal onder één dak gebeurt. Het scheelt me sowieso een heleboel reistijd en ongemak natuurlijk. En de energie heb ik er niet voor, dus ik vind het eigenlijk heel erg fijn.